U heeft vanavond een verklaring afgelegd. Dat heeft te maken met die Nashville-toestand. Kunt u die in het kort even herhalen? Nou, wat er vooral heel erg belangrijk is, het is niet echt een verklaring die ik heb afgelegd. Ik heb wel afstand gedaan van de Nashville-verklaring. Want daar ben ik zeker geen getuige van. Dat is ook zeker geen getuigenis van de liefde van God. En zeker geen getuigenis van de liefde die wij voor elkaar moeten hebben. En ik denk dat het allerbelangrijkste is om mee te geven, ook binnen de politiek, maar zeker binnen de samenleving, om liefde te hebben voor elkaar en omzien naar elkaar. Want dan maak je een betere wereld. U heeft nogal pittige bijbelteksten gebruikt. Eigenlijk dezelfde bijbel als waar de mensen van de Nashville Statement uitputten. Dus eigenlijk is het dezelfde bron, maar er komt toch nog iets anders uit. Dat klopt inderdaad. Ja, vandaar dat er natuurlijk ook verschillende stromingen zijn binnen het christendom. En gelukkig dat iedereen zijn of haar eigen mening daarover mag hebben. Maar ik geloof echt dat de Nashville-verklaring niet is wat God bedoeld heeft. Absoluut niet. Ik denk dat God liefde is. En niet een verklaring wat inhoudt dat homoseksualiteit niet oké is.